Mijn eerste spelersdeal, dat was Daan Blij van Excelsior. Ik heb zelf mijn carrière afgesloten bij Excelsior, dus, en ik heb met Daan Blij gespeeld. Nou, toen ben ik in dit vak gerold en Daan Blij aan mij gebonden. En ja, toen Daan Blij had een optie in zijn contract en Excelsior wilde die optie lichten. Nou, dus ik kreeg een telefoontje van de algemeen directeur Ferry de Haan. Dus ik reed daar naartoe met mijn mapje en mijn pennetje, et cetera. Maar eigenlijk was het heel simpel. Het was, ja, van Excelsior's kant was het echt van, nou, dit is het. En ja, Daan had ook niet veel gespeeld, dus we hadden eigenlijk ook geen... Ik had ook niet veel onderhandelingsruimte. Nou, toch wil je dan een deal doen voor de speler, in het belang van de speler. Ja, ik was behoorlijk nerveus. Ik weet niet of Ferry dat was opgemerkt. Een beetje een droge mond. Weet je, en er stond inderdaad koffie. Rina, die had koffie gebracht. De caféjuf, als ik haar zo mag noemen. Zorgde ook altijd voor het eten bij Excelsior. En ja, eigenlijk was het zo van, ja, je staat er alleen voor en je zit daar voor iemand anders en niet voor jezelf. Ja, verkloot dit niet, Youssef. Dan heb je echt een stemmetje in je hoofd. Weet je, zeg geen stomme dingen. Zorg niet dat Ferry opeens zegt, nee, laat maar, we doen het niet. Want ja, dan zit je ook weer met die speler in je maag. Dus eigenlijk heb je al een paar stemmetjes in je hoofd van ja, een duiveltje en een engeltje bij wijze van. Van ja, jou wel doen, nee, joh, vraag iets meer, nee, joh, doe dit, doe dat. Wat kon er misgaan? Nou, er kon misgaan dat, ja, eigenlijk van alles. Als een technisch directeur of een algemeen directeur het niet zint en het gaat niet, of ze hebben een andere optie, en je doet al een tegenvoorstel, dan kan het al zoiets van, nee, laat maar, je accepteert mijn voorstel niet, dus we kappen ermee. Dat kan, dat kan. Dus het is, dat heet onderhandelen. Dus ja, en hoe beter de speler is, hoe gewilder de speler is, hoe beter je kunt onderhandelen met een directeur. Het klonk wel alsof je een hele kleine rol had. Dat Excelsior eigenlijk zijn zinnen al had gezet op Daan Blij. En Daan Blij die wilde bij Excelsior blijven. Ja. Weet je wel, dan is jouw rol als zakennummer toch heel minimaal. Dat klopt. Maar toch blijf ik erbij dat ja, altijd de kleine lettertjes moet lezen. Dus een kommaatje, waar staat een kommaatje? Staat er en of staat er en of? Staat er alleen of? Dat soort dingetjes. Dus ik heb ook, ook de commissieovereenkomst heb ik wel weten te veranderen in nou, hoe ik hem wilde. Dus en, ja, dat heeft Excelsior geaccepteerd. Dus en, dan heb je toch wel weer een soort van een voldoening bij je eerste deal. En hoeveel procent kreeg je nou? Gewoon standaard. 10%? Ergens tussen de 8 en 10%? Nee, tussen de 5 en de 10%. Tussen de 5 en 10%? Ja. Maar van Daan Blij ben je uiteindelijk niet echt heel rijk geworden? Ja, nee, ja. Dat, weet je, ik ben beginneling. En ik heb, voor mij heb ik een soort van 5-6 jaren plan heb ik uitgeschreven voor mezelf. Ik ben niet op zoek naar het gouden ei. Rolt hij voorbij, ja, dan zal ik hem zeker pakken. Beet pakken met twee handen. Maar in het begin is het gewoon echt kostendekkend. En je leert mensen kennen, de contacten, je leert onderhandelen. Je komt weer in andere situaties. Ik ben vaak in het buitenland. Binnenkort ga ik naar Engeland. Dus dat is allemaal leuk. Denk je dat je ook rijk kunt worden van dit beroep? En dan financieel rijk? Je kunt financieel... Nee, jij of jij ik, specifiek ja, rijk kunt worden? Ja, dat kan. Absoluut. Ja, dat kan. Heb je een paar pareltjes in je stal? Nog niet, maar... Dat komt wel goed.